Ja, dit is een waarschuwing voor de Caroline. Caroline, jij mag niet onze missie verstoren. Nee, wij zijn bezig met de missie om die Timmermans, om de groengoeroe uit het torentje te houden. Ja, daar zijn we mee bezig. En jij gaat dat helemaal verstoren, want wat hebben we gezien bij die algemene beschouwingen? We zagen daar Wilders, die was in topvorm. Ja, Wilders die ging geweldig tekeer tegen Knulletje Klaver. Dat was het hoogtepunt van de beschouwingen. Ja, want die zei tegen Knulletje, die zei, ja, hoe zit dat met het wachtgeld van de groengoeroe? Nou, en Wilders zei, ja, dat vind ik helemaal niks. De groengoeroe had dat wachtgeld gewoon moeten laten gaan. Nou, en hij vond dat gewoon nep-socialisme enzovoort. En je zag dus de vertwijfeling bij Knulletje. En Knulletje wist bij God niet wat hij daarmee aan moest. En die zei, in onze serie, ongemakkelijk. Ja, geweldig, gouden medaille. Het was om in te lijsten zo mooi. Wat een prachtige scène. En Knulletje werd aan alle kanten gedold door Wilders. Top. Maar toen besloot de Caroline, die dacht, nou, wat Wilders kan, daar kan ik nog wel even dunnetjes overheen. En die ging hetzelfde riedeltje lopen afdraaien. En ja, en wat is er nou gebeurd, vrienden? We hebben dus de mensen van de groengoeroe van die Timmermans een stok gegeven om terug te slaan, want die begonnen gelijk over Mona. Over de Mona bij de BBB, ja. Want die zit ook op wachtgeld. En hup, ja, gaan we in de aanval, vol in de aanval, en wij geven de bal af. We geven de bal weg aan links en hup. En die komen met een levensgevaarlijke counter. Ja, op die manier kunnen we natuurlijk geen aanvallen inzetten, Caroline. Nee, dus de volgende keer, als Wilders begint, hou jij je mond. Als Wilders komt, in het bankje blijven zitten. Niks doen, want dat loopt helemaal fout af. Ja, hey, Caroline, heb je begrepen?